Goedendag YouTubers, bij deel 5 van mijn Let's Play Minecraft. Ja, eigenlijk best wel een vage naam, Minecraft. Ja, nou in ieder geval, in deze gameplay gaan we steen verzamelen. Ik ben er net achter gekomen dat je geen reet ziet. Dus ja. En we gaan dan onze schacht beginnen. En hier beginnen we aan het huisje. Daarvoor. Dus daar gaan we dan ook onder andere steen voor verzamelen. En we gaan tools maken. En ja. Ik. Wat wil ik nou ook weer vertellen? Oh ja. Ik heb deel 5, 6 en 7 achter elkaar opgenomen. Dus ik ben nu bezig met deel 5 en deel 6. Heb ik bijna klaar dan. Nou, laat maar. Laten we zo zeggen. Deel 7 is weg. Ja, die heeft niet opgenomen. Daar kwam ik achter. Heel lullig. Want daar hebben we echt heel veel leuke dingen gedaan. We waren in onze schacht aan het zoeken. Naar leuke dingetjes. Zoals. Nou, we hebben gevonden goud. Diamant. Veel iron. En ja, we gingen ook nog lava teabaggen. En ik vind het echt zo ontzettend kut dat hij weg is. Oh, dat vind ik echt kut. Maar ik wil ter compensatie wel gewoon even een kort filmpje van laten zien van wat ik heb gevonden, laat maar zeggen. En ja. Misschien willen jullie ook wel zien wat ik heb gedaan in mijn andere wereld. Die is ook best wel huge geworden, want daar heb ik ook echt een boomhut gemaakt. Maar die is echt groot. 4 verdiepingen, 8 kamers. Ik heb een Eiffeltoren gemaakt. Flapste ding ever. En ik heb een watertrap gemaakt. Ik heb een waterglijbaan gemaakt. Ik heb een achtbaan gemaakt. En ik heb een bunker gemaakt. Oh ja, en ik heb nog een kasteel met een watervloer gemaakt. Nou, kasteel, het is gewoon een huisje. Dus ja. Als jullie dat willen zien, dan zeggen jullie het maar. En trouwens, op die wereld ben ik dus allemaal projectjes aan het maken. En ik wil dus aan jullie vragen, weten jullie nog zo'n leuk projectje? En als dat zo is, dan even laten weten. En ja. Zoals je kunt zien hebben we aardig wat steen verzameld. En hier faal ik weer, maar ik heb geen pickaxe. Dus. Maar ja. Ik de site doet het gelukkig weer. Ik heb een tijdje geen filmpjes kunnen maken omdat het site het niet deed. En daarom heb ik ook een tijdje niks van me laten zien. En ja, ik heb al mensen gehoord, waar blijf je filmpjes nou? En ja, nou de site was dus gecrashed. Dat was weer een of ander stom probleem. Dus ja, ik vind het allemaal wel best, want nu kan ik weer lekker verder gaan. Ja. Hier een beetje boompjes hakken voor ja, over de gameplay weer, hè. Gaan we daar even over verder. We gaan hier wat hout hakken om tools te kunnen maken, want die zijn wel handig. En, ik wil nog iets zeggen. Nou, laat maar dan. Zo, ik val even helemaal stil, joh. Ja, we gaan dus vandaag... Ja, wat gaan we vandaag? Ja, we gingen aan die hout en steen verzamelen. Ik ben zwaar aan het falen. Want wie is er nou zo hout aan het hakken? Met zijn stomme vuist. Ja, heel veel mensen. Maar dat maakt het gaat even om het principetje. En ja. Zoals je kunt zien, ik heb in de tussentijd nog wel een trap gemaakt. Die hebben jullie niet gezien. Ik wil hem wel weghalen en opnieuw maken als jullie dat heel graag willen. Maar willen jullie dat niet per se? En als dat wel zo is,
Oké, dan maak ik gewoon een filmpje. En nu gaan we weer wat spulletjes maken. Ik ga echt heel veel houten spullen maken, terwijl dat helemaal nergens op slaat. Want als ik gewoon één houten pickaxe maak en daarna gaan we een steen gaan hakken, kan ik gewoon heel veel stenen dingen maken. Ja, klinkt logisch, maar ik zat dus stom te doen. En er komt weer een zombie aangekakt. Ik had hem op normal gezet. Moest op peaceful blijven staan als ik s'avonds iets nog wil gaan doen. En hier lag ik en daar ga ik bijna dood. Ja, gewoon sterf jij nou. Even snel peaceful. Hoppa. En dan gaan we weer verder in onze schacht. En nu kun je dus geen reet zien. Dus als je graag iets wil zien, dan denk ik dat je beter kan stoppen. Tenzij je graag naar mij wil luisteren, dan moet ik even een goed onderwerp verzinnen. Of ik ga gewoon zingen. Nee, dat doe ik jullie niet aan. Hey, hier zijn we aan de andere kant van de berg. Nou, gaan we nog een keertje terug. Verveel me echt hartstikke dood. Zoals jullie kennen, die CNNers, die kennen iedereen waarschijnlijk wel. Zijn idee ga ik stelen van de schacht. Want ja, dat is gewoon een heel fijn ding gebeuren. Dus ja. Ik weet echt niks meer om te vertellen. En volgens mij is dit ook helemaal niet leuk. Dus ik denk dat ik onder de rest gewoon een liedje ga plakken. Dus als je het af wil kijken, dan doe je dat maar gewoon lekker. Nee. Laatst. Ja, ik zei wel laatst. Maar ik bedoel, ja, abonneer. En reageer en rate. Wat je ervan vindt en wat ik nog moet veranderen. Dat zou ik really fijn vinden. Toedeloe mensjes. En succes met het liedje. Thank you.